Welkom, nieuwe dag, nieuwe vlog. Vandaag woensdag. En het eerste onderwerp waar ik het met jullie over wil hebben is thuisbezorgd. Afgelopen paar maanden heb je bij Just Eat gratis kunnen eten. Een hele mooie actie natuurlijk van ze, maar of het echt de bedoeling was, weet ik niet. Officieel was het natuurlijk een bug. Oh, file. Maar je hebt in ieder geval een hoop gratis kunnen eten daar. Er is nog niemand geweest die zich gemeld heeft. En als iemand zich wil melden, alsjeblieft. Ook op Hype zoeken ze nog mensen die zich willen melden. Want die mensen die gratis hebben gegeten daar. Maar thuisbezorgd.nl heeft nu een actie opgezet. Waarbij je op 27 oktober van 7 tot 9 over 7 gratis eten kunt bestellen. Dus je hoeft niet af te rekenen op het moment dat je via het web bij hun bestelt. Maar die actie geldt natuurlijk alleen op 27 oktober. Gerrit Zalm haalt de kunstcollectie van Dirk Scheringa weg. Vandaag ook al meerdere malen op de radio geweest. En hij doet het echt. Hij haalt het allemaal terug. Vroeger was zijn kunstcollectie, toen hij nog bij de DSB-bank werkte. En tegenwoordig is het weer Zalm zijn collectie. Dus Dirk is zijn kunst kwijt, is zijn onderneming kwijt, is zelfs zijn stichting kwijt. En ja, het gaat niet zo lekker met Dirk, ik zet hem niet mee momenteel. Twitter moet geld gaan verdienen. Komend jaar gaat Twitter waarschijnlijk tussen de 3 en de 4 miljoen euro verdienen. Dat hebben ze ook hard nodig. Ik kwam een hele mooie quote tegen. I do not know. Verder, Microsoft heeft een primeur bij Twitter. Bing gaat de eerste zoekmachine worden, tenminste als alles rond gaat komen, die Twitterberichten gaat indexeren en daarmee dus een stuk up-to-date is. A billion for a billion. We doen nu eens af en toe ook wat aan goede doelen. Die dragen wij namelijk een warm hart toe, wij, ik en mezelf. En a billion for a billion is eigenlijk het volgende. Op YouTube worden er dagelijks 1 biljoen filmpjes gekeken. En 1 biljoen is tegenwoordig ook het aantal mensen dat niet genoeg te eten heeft. Dus dat honger lijdt. Nou, ik zal jullie de rest van de details besparen, maar je krijgt nu even een klein clipje van A Billion for a Billion te zien. Heb je een goede daad voor vandaag ook weer gedaan. Als laatste. De autobaan in Duitsland. De A5 was onbegaanbaar. Waarom? Het lag vol met champignons. Een slordige Poolse vrachtwagenchauffeur had gewoon een vrachtwagen vol met champignons geknoeid. Zomaar over de snelweg heen. Heel erg zonde natuurlijk als je die zo kwijtraakt. En het had ook wel wat problemen natuurlijk al opgeleverd. Maar dat is mijn vraag aan jou. Wat is het raarste wat jij ooit bent kwijtgeraakt? Post je bericht hieronder in de comments. En als je de links van de verschillende nieuwsberichten wil terugvinden, kan je die natuurlijk hier langs in de omschrijving terugvinden. En plaats een berichtje. En tot morgen.